kom hier al wat langer en mijn favoriet is toch wel de klapschaats. Dus ja, wat chill. In de Leidse Stadsgehoorzaal werd vrijdag en zaterdag het Leven in de Brouwerij Festival georganiseerd. In hun eigen glas konden bezoekers 150 verschillende biertjes van 28 nationale en internationale brouwerijen proeven. We staan met een mooi fruitig assortiment. We hebben twee van onze nieuwste aanwinsten bij ons. Nitro New England Milkshake Banana IPA. Gaat als een malle. En we hebben een stout. Gebrouwen met blueberry, bourbon en vanille oak chips, zeg maar, houten snippers. En reacties zijn lovend. En wat maakt deze bieren zo speciaal? De combinatie tussen blauwe bes, rokerigheid uit de whisky en een klein zoetje. Ja, het is echt fenomenaal. En New England, fruitig, mooi hoppig. Ja, dat is eigenlijk altijd raak. Ben jij voor een speciaal bier gekomen? Ja, tuurlijk. Welke? Nou, ik was heel erg benieuwd naar het Uiltje. Die staan daar. En die hebben altijd best wel bijzondere bieren. Maar we dachten, laten we even rustig beginnen. Dus we hebben eerst een ander biertje gekozen. IPA's, dubbel IPA's. We hebben sour meegenomen. En een hele mooie mix qua taplijst hebben we bij ons. Wat vind je de beste? Ik ben heel erg fan van de El Patron. Een mooie gedryhopped dubbel IPA. Heerlijk is die. Kakeltje vers, weekje oud. Fantastisch. Well, they freed me from this prison and the railroad train was mine. Finally put on a little part of down the line. Far from prison, where I want to. De Leidse Brouwerij. En heb je nog iets speciaals voor dit festival? Ja, behoorlijk. We hebben onze core producten meegenomen. Dus onder andere de Citra Rye IPA, Single Hop. En de Hortus, verse bloem uit Hortus Botanicus. Dat zijn tevens ook mijn favorieten. Ja. Ja. Is het voor jullie de eerste keer dat jullie hier zijn? Nee. De vierde keer denk ik al zo. Trouwe gasten dus van dit festival. Sorry? Trouwe gasten. Ja, sowieso. Ja. En wat zijn jullie op dit moment aan het proeven? Waren jullie aan het proeven? Ik heb de stoutbier van de Compaan. En? Hakken is dat. En is het wat? Heel lekker, maar is heel zwaar. Het is een groot succes dit jaar, ondanks corona. Welke maatregelen hebben jullie getroffen? We hebben de bezoekers op geattendeerd via Facebook, via onze website, via de radio-uitzending. En we hebben ook foldertjes voor iedereen in de glazen gedaan, waar ze nog even de richtlijnen op kunnen lezen. We hebben infectie. Vestjes neergezet dat mensen hun handen schoon kunnen maken. Dus we hebben er alles aan gedaan en ook ons aan de richtlijnen gehouden van de GGD en de RVM.